Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog van vandaag. Ik ben Patrick en we zijn in de ochtend bij Ian. Het is vroeg. Bij Ian. Het is vroeg. Geen 9 uur. Nee, het is nog steeds geen 9 uur. Kut Patrick. Wij gaan... Ja, wat? Ik was om 7 uur wakker. Jij bent zelf wakker. Ja. Vandaag is het een soort van feestje bij mij thuis. Over voor mij en Keith en met Michael. Maar ik ben nog niet echt jarig geweest. Want we zijn gewoon met z'n... even zitten. Met z'n vieren zijn we jarig. En dus dan... in de buurt van de jarig. Mijn broer is 16 oktober, ik heb 22. Dus we zijn al 20 niet jarig, maar bijna. Dus leuk. Feestje. Jee. Enthousiasme. Cool. Jee. Wow. Jee. En wat gaan wij eten? Boterhammen. Yes, boterhammen! Yes! Oh. De snackfiets staat hier. Ik ben. Oh. Aan het opladen. Ja, hij is aan het opladen. Hij zal denk ik wel vol zijn. Ik denk dat hij wel vol zou zijn. Oké. Okay. Geen krantlezer? Nee. Fokje saai. Krantlezer is saai. Naast brood. Oh, zo laat het is het nu. Zo laat. Ik best wel laat, ja. Maar het is nog wel dag. Dus we doen het goed. Moet dat zien. Ja. Ja, een tosti maken. Oké mensen, nu komt er te zien hoe we een tosti gaan maken. Oké, hoe Ian een tosti gaat maken. En dan ga je nu zien. Tosti-ijzer. Brood. Kaas. Ja, daar ben je gek op. Helemaal geraspte kaas. Ja. Mijn goeie vriend. Dit is bol. Oh, hij is klaar. Kaas! Duurde wel lang, jongen, dat ik kaas pakte. Serieus. Ja, Ian, wat doe je nou? Dit moet er. Wat doe je nou? Een beetje suiker. Serieus, Ian. Wauw. En die gaan we eten, hè? Wauw, Ian. Koekjes! Oh, duf. Nou, zo maak je ongeveer een tosti. En als die klaar is, dan laat het wel weer zien. Heerlijke tosti. Perfect gemaakt, niet te zwart. En dan komen we naar Ian toe. En ik heb die wel ook gemaakt. Ja, en die voor mij is veel mooier. En we pakken ketchup. Zoveel. Ga je het snijden niet meer, hoor. Kijk dit, jongen. Ik zal maar in proppen, ja? 3, 2, 1. Ja, jullie zien, ik heb mijn jas aan. En wij gaan dus naar buiten. Wij gaan voetballen. En Ian komt er ook daar ook aan. En eigenlijk, ja, we hebben ochtend gegeten. We hebben wat gedronken al. Het is een beetje, wat later geworden. Het is 10 uur ongeveer. Dus, 5 voor 10. We hebben hier 3 ballen liggen, dus we kunnen kijken welke bal we willen. En we pakken. Hè? Ja, ook eentje is een beetje lekker als deze. Jullie kunnen het niet zo goed zien. Ik pak hem even in het licht. Kijk, nu zie je het wel. Een rare bal. Die hadden we ook een keer gevonden. En hier staat nog steeds een fiets. Ik wil eigenlijk wel op. Toch, Ian? Wat? Ik wil er eigenlijk wel op. Ja. Dat wil ik. Oh, een kat. Een kat. Hey. Hey meis. Hey. Ja, oh, lekker hè. Oh ja. Wat is ze toch lief hè? Ja hè. Misschien hoor jij wel een beetje. Ik weet niet, hoe heet dat ook weer? Hey Ian! Ian. Ja. Goed zo op. Hey, hoe heet dat ook weer als een kat een beetje gaat knorren of zo? Spinnen. Ja, oké. Maar niet van het. Maar anders. Spinnen! Oké. Okay. Zie je nou eens op, joh. Oh, hij is er. Kom, we gaan naar buiten. En dan zien we jullie daar.
mensen, wat wij gaan doen, wij gaan nu naar school blijven fietsen met de bal achterop. Ik weet niet, ja, zo kan je wel zien. En het is een beetje wind. Ik hoop dat jullie mij een beetje goed kunnen verstaan, dus even snel. En ja, met zijn elektrische fiets. Oh, wat, joh, daar ging ik bij. Wow, ik viel bij, man. Ik zag die stoeprandje niet, hè? Ja, ik zag dat stoeprandje niet van de boom. Dus ik moet wel een beetje voor me kijken. Dus ja, ik viel echt pijn, jongen. Hier zag ik het ook, opeens ging mijn camera zo. Hè? Maar oké, okay, wij gaan nu naar schoppelen. Patrick, weet je wat je nou weer doen, hè, Patrick? Ah. Wat ga je nou doen, Patrick? Ja, niet zo dichtbij, jongen, maar ik ga in die gymzaal rijden met deze fiets. Ja, in dat gebouw rijden. Kom, we gaan er even in. Nee. Niet vallen, Patrick. Hoe kom je erin dan? Wacht even, jongen. Wat? Wacht even. Ja, ik zeg het je zeker. Kijk eens, jongen. Hoe is het allemaal, jullie? Wow. Laat reacties achter in de comments. En, nou. Die deur gaat amper open. Oh, flink. Ik kan hier fucking niet uit. Ik zal af van de bed. Weg, weg, weg. Hij heeft hem open. Nou. Er is zelfs een knop hier. Zo. Moeilijk, hè? Kom, schiet op. Nee. Wat doen jullie hier? Zo, jij kan filmen. Hou geen best boeien. Oké, mensen, ik weet even dat het mocht. Maakt niet uit. We doen het gewoon. Wij zijn Patrick en Ian. En dan gaat de Ian. De power! Huh? Huh? Maar dan gaat Ian. Dan ga jij erin. Ja. Oké, okay. Nu gaat Ian erin. Nu komt de pro met filmen. Want hij kan dat niet. Maar als een view, hè? Ja, maar je moet altijd gewoon proberen zo recht mogelijk. Gewoon. Nu kom jij erin. Zo. Sluit op, Jan. Oh, oké. Okay. Nou, wacht even. We gaan zitten. Nou, gaat als goed is. Ja, het is toch een klapfiets, je mag toch naar binnen? Kom, hè? Ja. Oh ja, het ziet er zo droog uit, hè? Het ziet super droog uit. Ian! Hier heb ik vroeger gesport. Hier heb ik vroeger sportschool. Nee, hier heb ik vroeger gegymd. Zo. Dat was mijn oude school. Deze. Dit. Heel oud. Oh. Doei. Wauw, man. Wij zijn hier. We hebben echt niks te doen, denk ik zo. Dus wij lopen even terug naar de fiets. En eigenlijk, ik wil wat vragen aan jullie. Als jullie iets hebben voor een challenge of zo. Want wij gaan samen gaan we 50 challenges. Zelf bedenken en ik wil graag dat jullie meehelpen met bedenken. Laat iets in een reactie achter wat we kunnen doen. We moeten 50 zijn, dus het duurt nog wel even. Dus ik hoop dat het snel is, dan kunnen we snel beginnen. En wat als ik het ga zeggen, denkt hij, oh leuk. Dus ja, Ian, ik heb even gezegd tegen de kijkers dat ze mee challenge kunnen verzinnen voor ons 50 challenge boek. Juist. Dus als jullie dat doen, is het super vreed. En doe altijd gelijk een blauw duimpje omhoog als jullie toch al bezig zijn. En dan wacht. Wachten. Daar binnen. Daar heb ik ook vroeger gegymd. En daar heb ik hier ook aan. En opgehaald. Twee. Nou, we zijn hier bij de snoepafdeling. En drinkafdeling. Ik heb lekker voor snoep en Fernandez gekocht. Wat is deze? Wat wil je die? Eentje. Eentje. Moet je die pakken? Ik
graag voor mij, hoor. Patrick, we even zo zijn te vloggen. Zo pijn aan mijn voet, jongen. Ah, gisteren toen ik rende. Hier links, denk ik. Of? Rende. Nederland. Zonder koolzuur, hè. Dan is het geen trekken. Deze tomaten, hè. Oké. Okay. Oh, ja. We gaan nu afrekenen. Dit en dat. Let's go. Mensen, wat wij hebben, we hebben een feestje bij ons thuis van mij, van Kie, van Fem en van Michael. Dus dat vieren we eigenlijk nu. Ik zit nu te voetballen met Ian daar zo aan de overkant. En ik heb ook een armbandje met de dolfijn erop. Even goed doen. Zo. Nou, jullie zagen het. Ik schiet even naar hem toe en we gaan gewoon rustig voetballen. Dus we zien jullie eigenlijk zo. Ian. Een bal! Een bal! Oh shit. Oh nee. Serieus. Ja. Nou. Nou. Ja, mensen, we hebben een geweldig idee. Oké, ik weet niet of dat geweldig is. Maar wat wij gaan doen, we gaan onze beurt kontje hier staan. En degene mag daar zo schieten. Ja, doe maar voorband, jongen. Oké, dan niet. Oké, eigenlijk, ja, jij moet hem vasthouden. Jij moet de camera vasthouden. Jij moet filmen. Ja. Hè? Ja, goed filmen. Ja. Op de camera. Ja, op de microfoon. Goed. Ja, hallo. Ik moet even... Prepare for take-off. Stil blijven staan, jongen. Gek. Mensen, vorige keer hebben we deze bal zoveel geluk mee gehad, dus nu ga ik ook geluk krijgen en dan gaan jullie zien, zeker weten. Oh, nu voorband.
Oké mensen, nieuwe poging. En ja, je dacht het niet. Oké, hij gaat staan. Scherp stellen, kom op. Ja, goed dan. Oké, 3, 2, 1. Yes! Doet hij even! Oké. Paul. De Patrick. En de Ian. Oeh! Hij checken. Nieuwe poging. We gaan het weer scoren. En als ik niet, dan. Oké, we gaan het doen. 3, 2, 1. Ja. Ja. 3, 2, 1. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Voor Patrick's kant. 3, 2, 1. Jij hebt geluk met je Jezus kruis. Ik zweer me, als ik hem goed schoot, ik kwam met mijn voeten hard op de grond. Nee, maar ik kwam met mijn voeten hard op de grond. Anders zat hij echt fucking zwaar in jouw zak. Nou, jij. Nee, jij wou het zelf, dus je pech gehad. Ik ga het niet doen. Want als... Jij hebt altijd ongeluk als we iets doen. Maar als we dan iets anders gaan doen wat hij wil, dan heeft hij weer geluk. En dan schiet hij gewoon recht in mijn zak en dat wil ik niet. Pech gehad. Dat is mijn hoofdje. Ik durf geen Jezus. Oeh. Zo. Oké. Laatste keer. Voorband. Bal. Ian. Patrick. Schiet de bal in zijn balletjes. Oké, 3. 2. 3, 2, 1. Zo scheef! Mensen, wij zijn bezig met een geheim project die jullie binnenkort gaan zien. En het heeft met Minecraft te maken en het wordt heel leuk. Ik ben nog steeds op een feestje voor Patrick. Ik weet niet of jullie het al weten, of ik weet niet of Patrick dat heeft al even verteld. Want hij heeft... Ja. Ja? Ja, nou, dat is af en toe weer buiten waren. Nou, volgens mij waren we toen aan het voetballen, maar hij heeft een feest van een heel grote familie. Ja, gewoon een familiefeest. Oude lullenfeest. Een oude lullenfeest. Ja. Maar we zijn iets aan het doen, het heeft met Minecraft te maken. Jullie gaan binnenkort zien, want het komt op zijn server, op zijn... Wauw, Ian. Dat is een... Oké, je hebt dat geklapt. Sorry. Dat is een Minecraft server. Ian. Ja. Ze zien nu niks, maar het enige wat ze zien is nu al is dit. Het is dit sowieso. Het is gewoon zo. Patrick maakt me allemaal hele mooie geluiden. Oké. Okay. Maar oké, het komt wel goed. Nou, dus ik ben steeds op Facebook Patrick met de... Echt? Wie is dat? Ik ben 22 oktober jarig. Ik 27 juni. Hé, hey, jij weet het hè, ik ben 22 oktober jarig. Ja, dan krijg je van mij 100 euro. Maar weet je wat het verschil is? Nee. Nu weet ze ook dat ik 22, wie dan mijn Colijn ken, die is ook 22 oktober. Dus nu heb ik iemand die ook zegt dat ik het ben hè. Ook al zie ik het niet op de camera, maar waarom niet uit. Ja, dat is een beetje laat hè. Oké, ik heb een A. Kijk mensen. Hij heeft een A, mensen. Zo ziet de server uit. Heel mooi. Oké. Wij gaan rustig. Ja. We gaan rustig verder met de server. Als we klaar zijn,
Ja, want dan online we als we echt klaar zijn, duurt nog wel een paar dagen. Ik denk dat jullie deze vlog zien. Of ja! Ik denk dat jullie deze vlog zien, denk dat hij wel online is geworden. Of twee dagen. Ja. Denk het wel. Denk niet, veel ballen. Nee? Nee. Drie dagen wel, denk ik. Over een dag daarna. Ja, binnen een week. Binnen een week. Dus, het allemaal goed, mensen. Later. Oké, mensen, het is een drukke avond geweest. Ik ga ook slapen, ik ga lekker mijn bedje in. Doe altijd een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal voor meer dagelijkse vlogs. En dan zie ik jullie morgen bij een goed nieuwe vlog. En ja, later.